was net een verhaaltje aan het lezen. Maar leuk dat je kijkt, want dan kan ik hem aan jullie voorlezen. En het verhaaltje heet Broodje Hamburger Verrassing. Het is weer een prachtige dag op Recreatiepark de Boshoek. De eekhoortjes zijn op zoek naar nootjes en de vogeltjes maken een nestje en kaboom! Een luide knal uit de keuken verstoort de rust bij Western Plaza. In de keuken is het een rommel. Casey ligt onder een grote berg met pannen. Niks aan de hand, ik leef nog! Hij haalt een pan van zijn hoofd en staat vrolijk op. Dan pas ziet hij dat Kokkie hem boos aankijkt. Casey, hoe vaak moet ik zeggen dat je overal vanaf moet blijven? Nou, Kokkie, het zit zo, begint Casey. Er lag nog een snoepje op de bovenste plank. En net toen ik die wilde pakken, toen... Kokkie legt een hamburger op een groot broodje. En Casey is alweer afgeleid. Oh, dat is een lekker broodje, Kokkie. Mag ik een hapje? Kokkie legt nog een broodje op de geurende hamburger. Nee, Casey, dat mag je niet. Dit is een nieuw recept. En ik noem dit broodje broodje hamburger verrassing. Casey bestudeert het broodje goed en herhaalt Kokkie ademloos. Een broodje hamburger verrassing. Samen kijken Kokkie en Casey tevreden naar het lekkere broodje. Casey komt nog iets dichterbij en fluistert. Maar wat is de verrassing dan? Kokkie schuift het bordje iets verder bij Casey vandaan en zegt geheimzinnig, ja, dat is een verrassing. Casey schuift het bordje weer dichterbij. Oh, ik weet het! Zit er een cadeautje in verstopt? Kokkie schuift het bordje weer verder bij Casey vandaan. Nee, de verrassing zit in de geheime kruiden die ik heb gebruikt voor de hamburger. En meneer de directeur zit al klaar om het broodje hamburger verrassing te proeven. Casey kijkt teleurgesteld naar Kokkie. Meneer de directeur mag proeven? Ja, hij komt testen of het broodje lekker is. Casey schuift het bordje verder naar zich toe. Maar dat kan ik toch ook doen? Ik ben de beste proever van heel de Boshoek. Kokkie pakt het bordje op. Nee, want jij vindt alles lekker. Wat je wel mag doen, is dit broodje naar meneer de directeur brengen. Hij geeft het bordje aan Casey. Meneer de directeur zit in het restaurant. En niet aan het broodje komen, hè, Casey? Casey loopt met het bordje de keuken uit. Natuurlijk kom ik niet aan het broodje, maf Casey. De keukendeur valt achter Casey dicht. En hij staat even stil om naar het heerlijke broodje te kijken. Wat is het toch een prachtig broodje. En wat is die hamburger toch super de puper groot. Het steekt helemaal buiten het broodje uit. Voorzichtig ruikt hij even aan de hamburger. Dit ruikt lekker. Hij mag niet aan het broodje komen, zei Kokkie, maar hij heeft niets gezegd over de hamburger. Hoe zouden die speciale kruiden eigenlijk proeven? Casey bedenkt zich niet en hapt een randje van de hamburger af. Oh, dit is echt super de puper lekker! Snel eet Casey alle randjes van de hamburger op. De hamburger was veel te groot voor het broodje. Nu past de hamburger tenminste precies tussen de twee broodjes in. Kokkie zal vast trots op hem zijn. Tevreden loopt hij verder. Maar dan schuift er plots een stukje van de hamburger onder het broodje vandaan. Casey hapt snel het stukje hamburger weg. Zo, nou ziet het broodje er weer netjes uit. Het is nog een hele klus om het broodje bij meneer de directeur te brengen. Casey krijgt het er warm van. Elke keer als hij een stap zet, glijdt er een stukje hamburger onder het broodje vandaan. Casey moet dat dan snel opeten. Anders, ja, ziet het broodje er niet mooi uit. En net als Casey bij meneer de directeur aankomt, blijft het broodje eindelijk netjes. Casey zet het broodje voor meneer de directeur neer en zegt vol trots, hier is het broodje, hamburger, verrassing. Meneer de directeur kijkt nieuwsgierig naar het broodje. Hij haalt de bovenkant van het broodje af en zegt verbaasd, er zit geen hamburger op mijn broodje. Verrassing, zegt Casey. En hij maakt dat hij wegkomt. Die Casey toch,
Hij houdt zo erg van hamburgers. Leuk dat jullie geluisterd hebben. En slaap lekker voor zometeen. Ik zie je! Wij zijn er morgen weer om dezelfde tijd. Ben jij er ook? Ik zie je!